dat we heel Lansingerland, de hele bevolking vanaf 2 jaar, willen gaan testen op het coronavirus. Nou ja, het scheelt dat hun allebei gelukkig niet meer op de basisschool zitten. Dus dan ben je er niet heel erg mee bezig. Maar ja, het verbaast me niks. Met name omdat we nu een eigen teststraat in mijn eigen achtertuin ongeveer hebben. Ja, ik had hem wel zien aankomen. Ja. En daarmee willen we drie belangrijke doelen bereiken. 1. Ik ben niet heel erg angstig. We voelen ons goed. We hebben geen klachten, dus. Wat vind je ervan dat jij nu ook jezelf moet laten testen? Ja, ik ben al een keer getest. Ik heb corona gehad, dus mij maakt me niet heel erg uit. Hoe is dat bij jou, Isabella, dat jij je dadelijk ook zou moeten gaan laten testen? Nou, mij maakt het niet echt uit. Ik vind het juist goed. En dan weet je wie de corona heeft en niet. En dan, dat is wel iets goeds dat ze iedereen laten testen. Denk je dat iedereen daar ook gehoor aan gaat geven? Weet ik niet. Ik vind het je eigen verantwoording om het wel te doen. Maar ik weet niet. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die daar geen behoefte aan hebben. Die het niet willen weten of er bang voor zijn. Kan me ook nog voorstellen. Woensdag komt als het goed is de brief binnen. Ga je gelijk een afspraak maken? Ja, tuurlijk. Ja, ik kan het ook maar gehad hebben. Ik zit er niet op te wachten. Ik heb nog nooit een test gehad. Maar hij viel mee toch, Mike? Ja, je voelt het alleen een beetje kriebelen. Maar dat is het. Ja. Je keel voel je niet, maar je neus dat kriebelt wel een aantal minuutjes. Ja. Het kan praktisch in de achtertuin. Ja, ik moet wel een hele minuut lopen. Dus